Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt? Op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst, waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd, die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna. Begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 17: Waarin een poppenwagen het onwaarschijnlijke hulpmiddel is bij een onderzoek naar de mens en zijn moraal. Net als het verstand zijn moraliteit en geweten unieke kenmerken van de menselijke soort. Ondanks heldhaftige inspanningen stranden de atheïstische pogingen om ze te verklaren. In een moeras van tegenstrijdigheden. Rechtlijnig atheïsme moet het bestaan van moraliteit ontkennen en alle menselijke gedragingen, van welke aard ook, reduceren tot het gekonkel van zelfzuchtige genen. Toch blijven atheïsten zeggen dat hun visie en argumenten moreel superieur zijn aan die van anderen, zonder te beseffen dat het morele landschap van het atheïsme. Zo plat is als een dubbeltje. Richard Dawkins beweert bijvoorbeeld dat je mensen kunt en moet leren hoe ze hun aangeboren zelfzucht kunnen overwinnen en onbaarzuchtig kunnen leven. Maar dat is onmogelijk als moraliteit een illusie is, zoals zijn wereldbeeld logischerwijze suggereert. Als we naar de godhypothese kijken, Ontdekken we eerst een bron voor moraliteit en vervolgens onderzoeken we de gevolgen ervan, waarbij we vooral kijken naar de gevolgen van de zondeval en de erfzonde op de menselijke moraal. We zullen zien dat elke poging om de wezenlijke aard van de mens te veranderen, door goed gedrag te belonen en aan te bevelen, te vergeefs is. Onze verlossing zit hem niet in evolutionaire zelfverbetering. Zelfs niet in moraal onderwijs, maar in de wedergeboorte door Gods genade en het zoenoffer van Jezus Christus. Nieuwe woorden: altruïsme, handelen in het belang van anderen. De mens en zijn Maker. De middelen waarvan we leven zijn belangrijker geworden dan de doelen waarvoor we leven. Onze wetenschappelijke kracht heeft onze geestelijke kracht ingehaald. We hebben geleide raketten, maar misleide mensen. Uit een toespraak van Martin Luther King Jr. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing. In Christus Jezus. Romeinen 3, vers 23 tot 24. De mens is niet alleen begiftigd met verstand, maar ook met moraliteit. We hebben in hoofdstuk 9 gezien dat we een geweten hebben dat onze gedachten en handelingen in de gaten houdt en beoordeelt. Kort gezegd, lijkt de mens het enige wezen te zijn. Dat onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. In dit hoofdstuk gebruik ik de term moraliteit voor alle morele gedragingen en handelingen, of ze nu als goed, slecht of neutraal beoordeeld worden. Hoe we iets beoordelen, hangt natuurlijk helemaal af van hoe het zich verhoudt tot onze maatstaf. Voor de theïst is die maatstaf de wet van God. Voor de rechtlijnige atheïst kan dat alleen evolutie zijn. De beoordeling van morele kwaliteit moet worden bepaald aan de hand van de mate van de evolutionaire voor- of nadelen. Hoe dan ook, moraliteit bestaat echt. Het nu volgende is een waar gebeurd verhaal. Een gezin stond in de grote keuken van hun huis met vrienden te praten, terwijl hun driejarige dochtertje. Haar poppenwagentje krachtig heen en weer duwde. Terwijl ze dat deed, botste de poppenwagen tegen het been van haar vader, wat, dat herinner ik me nog, hem pijn deed. De oudere zus van het meisje berispte haar meteen. Ellison, zeg sorry tegen papa! Het meisje ging gewoon door zonder te reageren, maar we konden zien. Dat haar hersenen op volle toeren draaiden. Zeg sorry tegen papa, zei haar zus opnieuw. Geen reactie. Even later zei haar oudere zus opnieuw: Zeg sorry. Er was een lange pauze, en toen maakte de bezorgde frons op het gezicht van de kleuter plotseling plaats voor een engelachtige glimlach, en ze zei: Ik niet kunnen praten. De volwassenen begonnen te lachen. Maar ik ben het voorval nooit vergeten, omdat er ook een diepere betekenis achter zit die licht werpt op de hele kwestie van de menselijke moraal. Ellison wist best dat ze iets fout had gedaan toen ze haar vader pijn deed. Haar koppige weigering om haar schuld toe te geven, bewijst dat wel. Als ze geen besef van goed en kwaad had, zou ze geen moreel dilemma hebben gehad. We zouden het voorval natuurlijk kunnen wegverklaren. We zouden kunnen zeggen dat het meisje geen aangeboren moreel besef had, maar dat haar schuldgevoel een aangeleerde reflex was. Ze herkende de toon van de stem van haar zus en wist uit ervaring dat die toon niet veel goeds te betekenen had. Kinderen hebben echt wel aangeleerde reflexen, maar de juiste reflex in mijn verhaal zou dan of ontkenning zijn geweest. Ik heb het niet gedaan, mijn pop deed het, of een snelle verontschuldiging, wetende dat een verontschuldiging zulke situaties oplost. Haar sluwe schuldreactie onthulde haar morele besef. Haar stille innerlijke strijd sprak boekdelen. Ze wist dat ze schuldig was en dat ze haar excuses zou moeten aanbieden. Maar in plaats daarvan gebruikte ze bewust haar scherpe verstand om haar geweten te omzeilen en haar morele verantwoordelijkheid te ontlopen. En je kunt niet iets ontlopen wat niet aanwezig is. Dat unieke gedrag is typisch menselijk. Om zulke problemen te ervaren, moeten we in de eerste plaats een echt moreel besef hebben. Als op dat moment de hond van het gezin met zijn modderige poten de keuken was binnengelopen. Zou hij ook een standje hebben gekregen? Hij zou ineengekrompen zijn en zijn staart tussen zijn benen hebben gedaan, omdat hij de afkeuring in de stem van zijn baasje herkende. Maar dat zou een echte, aangeleerde reflex zijn: een reactie op een extern signaal. Hij zou geen innerlijk besef van schuld hebben gevoeld, anders zou hij de volgende keer zijn pooten vegen op de deurmat. Het morele argument voor het bestaan van God. Toen ik dit boek schreef, had ik net de taal van God van de geneticus Francis Collins gelezen. Hij keerde het atheïsme de rug toe nadat het boek Onversneden Christendom van C.S. Lewis hem overtuigde van het morele argument voor het bestaan van God. Dit argument wijst erop dat moraal een vorm van wet is. En zoals we in hoofdstuk 9 zagen, vereist morele wet een wetgever. Francis Collins is een van de velen die bij moraliteit begonnen en bij God uitkwamen. In dit boek bewandelen we natuurlijk de omgekeerde weg. We beginnen bij de godhypothese en komen uiteindelijk uit bij de menselijke moraliteit. Op die manier volgen we een route die uitgestippeld werd door Augustinus. En Thomas van Aquino Alistair McGrath schrijft, citaat Bij nauwkeurige inspectie blijken de argumenten van Thomas van Aquino op christelijke vooronderstellingen te berusten. Bijvoorbeeld dat er een God is en dat deze God de wereld heeft geschapen. Vervolgens tonen zijn argumenten aan dat deze overtuigingen overeenstemmen met hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Van Aquino vraagt bijvoorbeeld waar menselijke waarden zoals waarheid, goedheid en edelmoedigheid vandaan komen. Waardoor worden ze veroorzaakt? De oorsprong van deze ideeën, stelt van Aquino, is God, die de ultieme oorzaak is. Einde citaat. Als God bestaat als een moreel wezen dat de mens naar zijn evenbeeld geschapen heeft, moet de mens ook een moreel wezen zijn. Strookt dat met onze waarnemingen? Ja, dan is de hypothese tot zover bevestigd. Of we nu de weg nemen van moraliteit naar God of van God naar moraliteit, de weg is er om bewandeld te worden. Maar de van God naar beneden benadering heeft een duidelijk voordeel. Als we alleen vanuit de natuur van de mens naar God redeneren, bestaat het gevaar dat we een God. Tussen aanhalingstekens, maken naar het beeld van de mens. Dan hebben we God tot een morele entiteit gemaakt, maar dan is hij misschien niet meer dan dat, wat een zeer beperkt beeld geeft van de goddelijke natuur. Erger nog, omdat de menselijke moraal zo wispelturig is, zouden we daaruit kunnen afleiden dat God ook moreel wispelturig is, zoals Richard Dawkins beweert. In zijn beruchte tirades tegen de godheid. De morele praktijk van de mens is op elke vlak bizar. Een stam met strenge wetten tegen moord, overspel en diefstal kan zonder gewetensbezwaren de leden van een naburige stam vermoorden, verkrachten en beroven. Het gebeurt voortdurend. Kijk maar naar Stalin's politieke zuiveringen, de Chinese. Zogenaamde culturele revolutie, de velden des Doors in Cambodja en de schijnbaar eindeloze stammenconflicten in Afrika. Het lijkt misschien vreemd, maar we zullen zo zien dat het allemaal voorspelbaar is op grond van de godhypothese. De tweeslachtigheid van de atheïst blijkt uit het feit dat hij het morele doolhof waarin de mens zich voorbeweegt probeert te verklaren. In evolutionaire termen, het gebeurt voortdurend. Kijk maar naar Stalins politieke zuiveringen, de Chinese zogenaamde culturele revolutie, de velden des Doors in Cambodja en de schijnbaar eindeloze stammenconflicten in Afrika. Het lijkt misschien vreemd, maar we zullen zo zien dat het allemaal voorspelbaar is op grond van de godhypothese. De tweeslachtigheid van de atheist blijkt uit het feit dat hij het morele doolhof waarin de mens zich voortbeweegt probeert te verklaren in evolutionaire termen als de strijd om het bestaan. Maar zoals we zo zullen zien, komt hij tijdens zijn pogingen allerlei tegenstrijdigheden tegen op zijn pad. Maar wat vaak over het hoofd wordt gezien bij de verhitte woordenstrijd die er meestal op volgt. Is dat niets van het bovenstaande het feit dat de mens een moreel besef heeft ongedaan maakt. Het debat tussen theïsten en atheïsten wordt aan beide kanten vaak gekenmerkt door het onvermogen om onderscheid te maken tussen twee heel verschillende dingen, namelijk het praktiseren van moraliteit en het bestaan van moraliteit. Het eerste is op zijn minst verwarrend. Maar het tweede is onontkoombaar. Er bestaat geen beter bewijs hiervoor dan de manier waarop atheïsten die moraliteit toeschrijven aan amorele, zelfzuchtige genen voortdurend aanspraak proberen te maken op morele verhevenheid. Richard Dawkins schrijft bijvoorbeeld citaat: "Zelf denk ik dat een menselijke samenleving die alleen gebaseerd is op de genetische wet van universele, medogenloze zelfzuchtigheid, een akelige samenleving zou zijn om in te leven. Maar helaas wordt iets niet onwaar als we het maar genoeg betreuren. Ik wil u wel waarschuwen, want als u net als ik een samenleving wilt creëren waarin mensen van harte samenwerken en onbaarsuchtig een gezamenlijk doel nastreven, hoeft u weinig hulp te verwachten van de biologische natuur. We moeten de mensen proberen te leren een edelmoedig en altruïstisch leven te leiden, want we zijn zelfzuchtig geboren. Einde citaat. Dawkins lijkt echter niet te beseffen dat als zijn atheïsme waar zou zijn, er geen morele verhevenheid zou zijn die geclaimd kan worden. Ik vloog eens in hartje winter naar Minnesota. Mijn gastheer haalde me op, en toen we onderweg naar zijn huis langs een groot besneeuwd veld reden, merkte ik op dat het opvallend vlak leek. Mijn gastheer antwoordde laconiek: Het is dan ook een meer. Zo zou ook het atheïsme een onopvallende vlakte moeten zijn, dat zich nog niet eens beroemen mag op een morele molshoop. Laat staan op de hoge en verheven berg, van waar de nieuwe Olympiërs, als verheven goden, hun morele bliksemschichten afvuren, op theïsten, religie en lagere goden. Als onze wereld het resultaat is van amorele krachten, en als de mens niet meer is dan aangespoeld wrakhout, dat zich verspreid heeft op de oevers van de tijd, dan bestaat moraliteit, met inbegrip van de edelmoedigheid en het altruïsme waar Dawkins zo naar verlangt, simpelweg niet. Dan kan niets goed tussen aanhalingstekens zijn en niets slecht tussen aanhalingstekens zijn. Dan zijn goed en kwaad ideeën zonder inhoud. En iedereen die een moreel oordeel vult, bevindt zich niet op de berg van morele verhevenheid, maar in dromenland. Ere wie ere toekomt. Oudere atheïsten als Nietzsche, Russell, Sartre en Camus erkenden dat en zagen in dat dit logischerwijs leidde tot nihilisme, of in het beste geval tot absurditeit. De zogenaamde nieuwe atheïsten, die Brights genoemd willen worden, lijken zich niet bewust te zijn van het overduidelijke. En dan is er een voetnoot. Een Nederlandse vertaling van 'bright' zou positivo kunnen zijn. De beweging bestaat uit atheïsten, pragmatisch atheïsten, rationalisten, vrijdenkers, materialisten, naturalisten, sceptici, agnosten enzovoort. De term 'bright' betekent echter ook slim en suggereert dat naturalisten slimmer zijn dan theïsten. Daarom worden ze door zowel religieuzen als niet-religieuzen bekritiseerd. Einde voetnoot. Kort samengevat kunnen we zeggen dat moraliteit, goede of slechte, dus wel bestaat, en alleen bij mensen. Wat voor moreel oordeel we ook vellen, het verandert niets aan het feit dat er een moreel gebied is dat zich zowel in het individuele als het sociale geweten openbaart. We zagen dat dit op natuurlijke en duidelijke wijze uit de godhypothese voortvloeit, maar dat het niet logischerwijs toegeschreven kan worden aan een volstrekt amoreel proces als evolutie, of aan de zogenaamde zelfzucht van menselijke genen. Is moraliteit een evolutionaire strategie? Desondanks beweren atheïsten, natuurlijk, dat moraliteit een evolutionair verschijnsel is dat is ontstaan omdat het overlevingswaarde heeft. Maar los van het feit dat het zeer moeilijk is om iets goeds als moraliteit uit iets ondeugdelijks als evolutie te destilleren, is dit in tegenspraak met alle bewijzen. Het morele gedrag van de mens, zowel goed als kwaad. Verzet zich meestal tegen dat wat de evolutie nu juist bereiken wil, namelijk voor zoveel mogelijk nazaten zorgen. De Australische filosoof David Stove heeft dit uitgebreid behandeld in zijn boek Darwinian Fairy Tales, oftewel Darwiniaanse sprookjes. Waarbij hij het celibaat, anticonceptie, abortus, altruïsme, heldhaftigheid. Ouderlijke zorg voor de kinderen en veel andere algemene menselijke gebruiken aanhaalt, evenals de strafmaatregelen voor moord en overspel, die de meeste maatschappijen kennen. Dawkins erkent echter een aantal belangrijke waarheden in de passage die hierboven wordt geciteerd, namelijk dat de mens van nature egoïstisch is, en dat hij boven zijn innerlijke bozadigheid moet uitstijgen en leren een vriendelijk en altruïstisch leven te leiden. Opzettelijk of niet, zijn bewering is creatief, omdat het verschillende belangrijke vragen opwerpt over de aard van de mens. Namelijk, 1. Hoe is de zelfzucht van de mens ontstaan? 2. Hoe ontstaat menselijk altruïsme? En 3. Hoe kan altruïsme de zelfzucht overwinnen? Laten we proberen wat antwoorden te vinden. Dawkins gelooft dat de aangeboren zelfzucht van de mens eenvoudig uitgelegd wordt door het Darwinistische verhaal. Dat is immers ook de stelling van zijn boek The Selfish Gene, de zelfzuchtige genen. Maar dit geloof is gebaseerd op de bizarre veronderstelling dat genen op de een of andere wijze morele kwaliteiten en doelstellingen hebben. In werkelijkheid is de term zelfzuchtige gen natuurlijk niet meer dan een afkorting voor het darwinistische principe van overleving van de sterkste. Maar dan nog, hoe kan een amoreel proces leiden tot morele gevolgen, zoals menselijke zelfzucht? De enige, eenduidige beschrijving van de menselijke natuur, die door atheïstische evolutie gegeven wordt, is dat moreel gedrag niet bestaat? Alle soorten gedrag, goed en slecht, zijn alleen maar vermomde overlevingsmechanismen. Het probleem wordt groter wanneer we de vraag stellen waar edelmoedigheid en altruïsme vandaan komen. Worden ze door het beertje Sooty vanuit het niets tevoorschijn getoverd? Of zijn ze ook, zoals de bozadigheid die ze moeten overwinnen? Het resultaat van evolutie dankzij een of ander selectief voordeel dat ze bieden. Maar als dat laatste het geval zou zijn, hoe kunnen volledig tegengestelde morele eigenschappen, zelfzucht en onzelfzuchtigheid, dan ontstaan en naast elkaar bestaan met toestemming van datzelfde evolutionaire proces? Als altruïsme de mens meer fitness geeft. Door een selectief voordeel, waarom heeft natuurlijke selectie de zelfzucht dan nog niet geëlimineerd? En dan is er een voetnoot. De term fitness verwijst naar effecten in het genoom die geschiktheid beïnvloeden. De geschiktheid voor of het vermogen tot voortplanting. Geschiktheidseffecten. Einde voetnoot. Het is immers een slechte evolutiestrategie. Het zou anders zijn als er twee verschillende mensenrassen waren, een zelfzuchtig ras en een altruïstisch ras. Het Darwinisme zou dat kunnen verklaren door de verschillende vormen van selectieve druk die inwerken op gescheiden populaties. Maar welke wonderlijke selectieve omstandigheden kunnen, binnen dezelfde populatie en zelfs in hetzelfde individu, tegelijkertijd voor. En tegen altruïstisch gedrag kiezen. De geschiedenis van de bruinsnuit spookvis herhaalt zich. Uiteindelijk kunnen we, zoals ik in het begin van dit hoofdstuk al aangaf, alleen een onderscheid maken tussen goede en slechte moraliteit door een beroep te doen op een onafhankelijke maatstaf. Voor de atheïst is evolutionair voordeel de enige maatstaf. En Dawkins houdt in zijn creatieve passage vol dat evolutie een overweldigende voorkeur heeft voor zelfzucht. Maar als de evolutionaire eis onze enige maatstaf is, is het logisch dat zelfzucht zeer goed is. Hoe kan Dawkins dan concluderen dat zelfzucht slecht is en altruïsme goed? Hij doet duidelijk geen beroep op evolutionair succes als maatstaf voor moraliteit. Die maatstaf haalt hij ergens anders vandaan. Haan en Wiker verdiepten zich in het onderwerp en kwamen tot de conclusie dat Dawkins maatstaf eigenlijk, citaat, een imitatie is van het Christendom, dat door de zeef van het 19e eeuwse liberalisme is gegaan, en dat het een imitatie is van de radicale tak ervan, via het darwinisme tot in de verste uithoeken van het 21e eeuwse liberalisme. Einde citaat. En omdat hij geen morele kleren heeft... leent de keizer van de evolutie... ze gewoon van iemand anders. De vrije wil en de zondeval. De Bijbelse godhypothese... biedt ons een veel logischer verklaring van moraliteit. Zowel creationisten... Als de meeste theïstische evolutionisten zijn het hierover eens. Ook volgens de God-hypothese heeft de mens zowel een zelfzuchtige als een altruïstische aard. De altruïstische aard van de mens is een realiteit omdat hij werd geschapen naar het beeld van God en van het begin af aan Gods morele karakter weerspiegelde. Maar Adam was geen robot. Hij werd als een vrij mens geschapen en hij kon ervoor kiezen zijn Schepper gewillig te gehoorzamen. Maar door voor rebellie te kiezen, gebruikte hij zijn vrije wil om zichzelf van God te vervreemden en werd hij een zondaar, dat wil zeggen iemand die niet voldoet aan Gods rechtvaardige eisen. Deze bijbelse definitie van de zonde gaat veel dieper dan de populaire gedachte. Dat alleen zeer slechte mensen zondaars zijn en vangt zelfs de meest respectabele mensen in haar net. In Jezaja's woorden zijn wij vergeleken met Gods heerlijkheid geworden als een onreine. Al onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed. Door de zondeval verloor de mensheid niet alleen haar oorspronkelijke morele onschuld, maar ook haar vrije wil. Dat wordt vaak over het hoofd gezien, maar het is een essentieel onderdeel van het Bijbelse scenario. De mens is nog steeds vrij om te doen wat hij wil, maar zijn wil is nu de slaaf van zijn gevallen natuur. Kort gezegd, de mens is een dienaar van zijn eigen zonde. Jezus zegt, citaat: "Voorwaar, voorwaar ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. Einde citaat. En de apostel Paulus herinnert de christenen in Rome aan het volgende. Citaat. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had gij toen? Dingen waarover gij u nu schaamt. Immers het einde daarvan is de dood. Einde citaat. Toch blijft ondanks de universele zondigheid van de mens het beeld van God in de mens bestaan. Het is wel ontsierd, maar niet verdwenen. En zo komt het dat vriendelijkheid en altruïsme samen met zonde en zelfzucht in het arglistige hart van de mens wonen, waarmee zowel de morele tegenstrijdigheden van de menselijke natuur als de voortdurende conflicten die ze veroorzaken verklaard worden. Volgens deze leer zit het probleem van de zelfzucht en de zonde niet in onze biologische aard, zoals het atheïsme vereist, maar in onze gevallen aard. Welke verklaring komt nu het best overeen met onze waarnemingen? Toch zeker de bijbelse verklaring? De Bijbel verklaart niet alleen het evolutionaire dilemma, waarin eenzelfde selectieve druk tot tegenovergestelde morele eigenschappen leidt maar ook de strijd tussen de morele en immorele neigingen die we allemaal ervaren. De apostel Paulus schrijft citaat: Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees want deze staan tegenover elkander. Zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Einde citaat. En daar moet even bijgezegd worden dat vlees verwijst naar de totale mens in zijn gevallen toestand, naar geest, ziel en lichaam. Verder verklaart het bijbelse scenario het ik niet kunnen praten syndroom, het verschijnsel van geweten en schuld. Voor zover we weten, zijn dat unieke menselijke ervaringen. Maar als ze een evolutionaire oorsprong hebben, zouden ze ook in andere soorten teruggevonden moeten worden. Kan altruïsme zelfzucht overwinnen? De laatste van de drie vragen die Dawkins stelling oproept is: hoe kan altruïsme zelfzucht overwinnen? Hij geeft het volgende antwoord: citaat. We moeten de mensen proberen te leren een edelmoedig en altruïstisch leven te leiden, want we zijn zelfzuchtig geboren. Einde citaat. Maar hoe realistisch is zijn hoop dat de poging om mensen te leren, edelmoedig en altruïstisch te leven, het gewenste effect zal hebben? Welke bewijzen geven wetenschap, geschiedenis of ervaring ons om een dergelijk geloof aan te moedigen? Zeer weinig, vrees ik. En als onze hersenen en het gedrag dat ze veroorzaken slechts het product van onze genen zijn, zoals de evolutiepsychologie volhoudt, hoe kunnen ze dan een leerstelling die haaks staat op onze genetische aanleg, opnemen, verwerken en er naar handelen? En als onze hersenen veranderd kunnen worden door alleen onderwijs. Is dat dan niet opnieuw een geval van mind over matter, oftewel het verstand dat over de materie heerst, en een extra nagel aan de doorkist van monistisch-psychologische theorieën? Hoewel het altruïstisch atheïsme van Richard Dawkins op het eerste gezicht erg veelbelovend schijnt, blijkt achteraf dat het een bron van ellende is die alleen maar meer vragen oproept. De Godhypothese biedt ons een heel ander scenario. Een scenario dat zowel pessimistisch als optimistisch is. Volgens de Bijbel zal de mensheid nooit een maatschappij kunnen creëren waarin mensen edelmoedig en onbaarzuchtig samenwerken voor het algemeen nut. Jeremia zegt het kort, maar krachtig. Citaat, kan een Ethiopiër zijn huid veranderen of een panter zijn vlekken? Dan zou gij ook in staat zijn goed te doen, gij die gewend zijt kwaad te doen. Einde citaat: Onze zondige natuur is net zo goed deel van ons als onze huidskleur, wat die ook mogen zijn. Een Rudyard Kipling-luipaard zou waarschijnlijk nog kunnen onderhandelen en zijn vlekken inruilen tegen tijgerstrepen, maar in het echte leven zijn wij mensen onverbeterlijk. Onze samenleving kan in politiek, economisch, educatief en technologisch opzicht groeien. Maar wanneer zij aan haar lot wordt overgelaten, gaat dat succes steeds gepaard met moreel verval in plaats van morele verbetering. Denk maar aan het bijna ineenstorten van het kapitalistische financiële systeem in 2008, wat volgens de meeste commentatoren werd veroorzaakt door de hebzucht. En de zelfzucht van banken en hun directeuren en door de nalatigheid van overheden en hun beleidsmakers. Niet de immorele systemen zijn schuldig, maar veel meer de immorele personen die zulke systemen bouwen en besturen. En we moeten eerlijk zijn: als u of ik hun plaats zouden kunnen innemen, zouden we het niet veel beter doen. De persoonlijke moraal is vaak het eerste slachtoffer van rijkdom en welvaart. Als u me niet gelooft, slaat u dan de krant er maar eens op na. Dat wil niet zeggen dat maatschappijen zich niet moreel kunnen verbeteren, maar wanneer dat gebeurt, is dat altijd het gevolg van religieuze invloeden, niet van educatieve invloeden. Een opmerkelijk artikel in The Times van 27 december 2008, geschreven door journalist en scepticus Matthew Parrish, toont dat duidelijk aan. De titel van het stuk was, Als atheïst geloof ik echt dat Afrika een God nodig heeft. De ondertitel was, Niet liefdadigheidsgeld, maar zendelingen zijn de oplossing voor Afrika's grootste probleem. De beklemmende passiviteit in het denken van de mensen. Het artikel is een eerlijke bekentenis van iemand die opgroeide in Sub-Saharisch, dat is Zwart Afrika, dat het bijbelse christelijke evangelie mannen en vrouwen bevrijdt van hun tribalisme, dat is nationalisme, en passiviteit, hen helpt om opnieuw met opgeheven hoofd te lopen, en hun de kracht geeft om persoonlijk en nationaal. Een eigen weg te kiezen. Peris schrijft, citaat. Afrikanen die zich hadden bekeerd en sterk waren in hun geloof, waren altijd anders. In plaats van haar bekeerlingen te intimideren of te beperken, heeft het geloof hun rust en bevrijding gegeven. Einde citaat. Toen Peris 24 was, trok hij samen met vier studievrienden door het hele Afrikaanse continent, door algerije Niger, Nigeria, Cameroen, Centraal-Afrika, Congo, Rwanda, Tanzania en Kenia. Als ze een plek zochten om te overnachten, moesten ze toegeven dat, citaat, wanneer ze in een gebied kwamen waar zendelingen aan het werk waren, er iets veranderde in de gezichten van de mensen. Einde citaat. En dat gaf ze een speciaal gevoel van veiligheid... Dat ze op andere plekken nooit ervoeren. Die indrukken werden, zo vervolgt hij: De geschiedenis van de christelijke kerk kent ontelbare voorbeelden van hoe de Bijbel een maatschappij ten goede kan veranderen. Lokaal, nationaal en zelfs internationaal. Zulke veranderingen zijn echter niet volledig of blijvend. Volgens de Bijbel zal de wereld pas terugkeren naar haar idyllische staat ten tijde van de wederkomst van Jezus Christus en de komst van de dag Gods. De apostel Petrus schrijft, citaat, Vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Einde citaat. Als u geneigd bent om met zulke ideeën te spotten, mij best, zo bevestigt u alleen maar de bijbelse profecieën. Eerder schreef Petrus namelijk, citaat, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen en zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Alles blijft zo als het van het begin der schepping af geweest is. Einde citaat. Tot die tijd zal het Bijbelse Evangelie, het goede nieuws, onze samenleving blijven veranderen door individuele leden van de samenleving te veranderen. Is God moreel? Voor we echter naar de uiteindelijke gevolgen van de Bijbelse visie op moraal en zonde gaan kijken, moet ik eerst een bezwaar van atheïsten tegen mijn stelling weerleggen. Zij houden vol dat de God van de Bijbel zelf immoreel is en vragen hoe hij dan de bron van goede moraliteit kan zijn. Richard Dawkins zegt het zo, citaat De God van het Oude Testament... Is zo'n beetje het meest onaangename personage dat de fantasie ooit heeft voortgebracht. Hij is erg jaloers en is daar nog trots op ook. Een kleingeestige, onrechtvaardige, onvergevingsgezinde bemoeial. Een wraakzuchtige, bloeddorstige, etnisch zuiveraar. Een vrouwenhatende, homofobe racist. Een kindermoordenaar en een genocidale maniak een drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar bozaardige dwingeland. Einde citaat. Zoals zo vaak verdwijnt de logica van Dawkins in de golven van zijn bombastisch taalgebruik. Als het Oude Testament fictie of fantasie is, zoals hij lijkt te zeggen, zijn zijn beschuldigingen tegen een echte God ongegrond. Maar als hij zijn aanklacht overeind wil houden, moet hij het Oude Testament aanvaarden als een geloofwaardige getuige. Vooruit, we zullen hem een reddingsgordel toegooien en ervan uitgaan dat hij eigenlijk het volgende wil zeggen. Als het Oude Testament de waarheid is, zoals jullie joden en christenen beweren, hebben jullie iets uit te leggen. Want we zien daarin dat God immoreel handelt. Iedereen... Die goed op de hoogte is, archeologen, historici en tekstcritici die op dit gebied werkzaam zijn, daar gelaten, zal getuigen dat het Oude Testament geen fictie is. Het is een collectie van authentiek verklaarde oude documenten van verschillende genres, inclusief een aanmerkelijke hoeveelheid verifieerbare geschiedenis. De bewijslast rust op Dawkins. Hij moet zijn onwaarschijnlijke stelling bewijzen dat de schrijvers alles hebben verzonnen om morele dilemma's voor zichzelf te creëren. Ik stel dat die dilemma's eigenlijk het doorslaggevend bewijs zijn dat we in het Oude Testament niet met fictie, maar met feiten te maken hebben. Soms kunnen het onaangename of zelfs onbegrijpelijke feiten zijn, maar zolang het feiten zijn, moeten we ze onder ogen zien. Zonder het bijtende sarcasme. Komt de stelling van Dawkins neer op de volgende vraag: Hoe kunnen we bepaalde daden die in het Oude Testament aan God worden toegeschreven, met de algemene leer van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, verzoenen? Namelijk, citaat: De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. Einde citaat. De daden in kwestie hebben vooral te maken met de verovering van Kanaan door de Israëlieten onder leiding van Jozua, die van God het bevel had gekregen om de volkeren van Kanaan uit te roeien. Ja, in deze context kunnen de termen kindermoord en genocide, maar de andere zeker niet, uiteraard op God toegepast worden. Maar de atheïsten lijken een nog grotere misdaad, tussen aanhalingstekens, over het hoofd te zien, namelijk de bijna totale vernietiging van de mensheid door de zondvloed. Dat was toch zeker de ultieme goddelijke genocide. Maar Dawkins negeert het, waarschijnlijk omdat hij denkt dat dit nooit gebeurd is. Hij verzuimt dan ook de voor de hand liggende vraag te stellen: waarom zou God zoiets doen? Genesis 6, vers 5 tot 8 geeft ons een duidelijk antwoord. Citaat. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, te allen tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smarte hem in zijn hart. En de Heere zeide: Ik zal de mensen die ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien. De mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Einde citaat. Ons probleem is dat onze morele prioriteiten zo vaak verschillen van die van God. Wij geven prioriteit aan zaken als de heiligheid of onschendbaarheid van het menselijk leven, het verminderen en verlichten van het menselijk lijden, en het veiligstellen en maximeren van onze eigen gezondheid, beelden en geluk. Dat zijn tenminste onze idealen. Ons gedrag negeert die steeds. Die dingen gaan God ook aan het hart, zoals de Bijbel overal aantoont, maar zijn hoogste prioriteit is dat mensen rechtschapen zijn, want als ze dat niet zijn, blijven ze vervreemd van Hem, die de bron van alle leven en al het goede is. De mens moet zich daarom voegen naar zijn morele wetten, wetten die niet alleen in de Heilige Schrift zijn opgetekend, maar ook in het hart en het geweten van elk mens. Wanneer de mens vol in ongerechtigheid, zoals in de dagen van Noach of ten tijde van de oude stammen van Kanaan, tot wie religieuze gewoonten ook het offeren van kinderen behoorden, hoeven we het toch niet vreemd te vinden dat God zijn geduld verliest en de betreffende culturen vernietigt. In de moderne samenleving zorgen we ervoor dat kindermisbruikers, verkrachters en moordenaars zo snel mogelijk berecht en gestraft worden, zoals u elke dag in uw krant kunt lezen. Dus waarom zou ook God niet rechtspreken en oordelen over menselijke samenlevingen die zijn wetten breken en zijn oproep tot bekering van zonden verwerpen? Het verwonderlijke is dat hij het veel minder vaak doet dan hij zou kunnen, maar dat is eerder te wijten aan zijn geduld dan aan nalatigheid. De Bijbel leert ons dat er een dag des oordeels komt waarbij de mens voor zijn schepper zal staan. De apostel Paulus waarschuwt ons, citaat, rekent gij wellicht hierop dat gij het oordeel Gods ontgaan zult, of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid? Verdraagzaamheid en langmoedigheid. En beseft gij niet dat de tierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt, dat wil zeggen, u ruimte laat voor bekering? Maar in uw weerbastigheid en onboetvaardigheid van hart, hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken. Einde citaat. Paulus bedoelde ook zichzelf toen hij zei, citaat, want wij moeten allen voor de rechte stoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, dat wil zeggen tijdens zijn leven, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Einde citaat. Is er dan een manier om aan het oordeel van God te ontkomen? Nee. Volgens de Bijbel zullen we er allemaal bij zijn: u, ik, Paulus, Richard Dawkins en de rest van de mensheid uit elke tijd en samenleving. Maar hoewel we er niet aan kunnen ontkomen, is er wel een manier om de veroordeling in Gods rechtbank te vermijden. Kent u het citaat nog over het einde van de zondvloer? Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Genade betekent in de Bijbel gratis en onverdiende vergeving, die gegeven wordt omdat een plaatsvervanger, Jezus Christus, wiens reddende werk niet begrensd wordt door tijd of geschiedenis, al voor de zonden heeft geboet. Hij is volgens Johannes de Doper het offerlam dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Hervorming of wedergeboorte? De nieuwe atheïsten hebben een prijzenswaardig verlangen om de menselijke natuur te hervormen. We worden zelfzuchtig geboren, zegt Richard Dawkins. Maar, vervolgt hij, we kunnen leren om ons onbaarsuchtig te gedragen. De Bijbel laat ons echter zien dat een dergelijke strategie niet werkt. Dawkins mist de centrale boodschap van het Oude Testament, namelijk dat de mens niet hervormd kan worden door hem eenvoudigweg morele wetten te geven en instructies om te gehoorzamen. Het verbond dat God met Israël op de berg Sinaï sloot, het oude verbond, ook wel de wet genoemd, belichaamde het principe van de naastenliefde. Dat is wat bedoeld wordt in de laatste zes van de tien geboden die op de berg aan Mozes werden gegeven. De eerste vier roepen ons op om God lief te hebben. Israël was dus de perfecte en opzettelijke toetssteen voor de gedachte dat mensen goed kunnen worden als je ze leert om goed te zijn. Het werkte toen niet en het werkt nu niet. Een groot deel van het Oude Testament werd geschreven om dit feit aan te tonen. De test werd een grote mislukking, zodat het Nieuwe Testament concludeert, citaat, Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardig zal worden, want wet doet zonde kennen. Einde citaat. De apostel Paulus, die deze woorden schreef, sprak uit eigen ervaring. Als farizeer had hij er uit alle macht naar gestreefd. De morele regels na te leven die hij onder het Oude Verbond had geleerd. Maar het werkte niet, omdat alleen onderwijs zijn zelfzuchtige hart niet kon veranderen. Daarom is Dawkins zoektocht hopeloos, en daarom geeft de Bijbel ons een nieuw Verbond, aangekondigd in het Oude Testament door de Profeet Jeremia, en in het Nieuwe Testament als volgt geciteerd. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond, en ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Heere, want dit is het verbond. Waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en ik zal die in hun harten schrijven, en ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij in ieder zijn medeburger en in ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Heere, want allen zullen zij mij kennen, van de kleinste, tot de grootste onder hen, want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal ik niet meer gedenken. Einde citaat. Het Nieuwe Testament past dit verbond overigens toe op zowel Joden als niet-Joden. De godhypothese beweert dat het zondige hart van de mens nooit veranderd kan worden door instructies alleen, hoe goed en nobel ze ook zijn. Het zondige hart kan alleen veranderd worden door een nieuwe geboorte, waarbij de Geest van God zelf woning maakt in ons hart en verstand, waarin de Geest van God Zijn morele wet optekent en de ontvanger ervan in staat stelt God lief te hebben en Hem te gehoorzamen. Die nieuwe geboorte gaat samen met de vergeving van onze zonden en wetteloze daden, door de verzoenende dood en de rechtvaardigmakende opstanding van Jezus Christus. Werkt dat? Jazeker. De auteur van dit boek kan dat betuigen. Samen met ontelbaar veel anderen... die genade hebben gevonden... in de ogen van de Heer en verlossing in Christus... die, zegt de apostel Paulus weer, citaat... mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Einde citaat. Voor al die mensen... Is de juistheid van de Godhypothese ruimschoots bewezen? Ik eindig dit boek dus met het begin van een ander verhaal. U kunt er meer over lezen in het Evangelie naar Johannes.